Goed, we zitten opgesloten in een bedrock basis. En er zijn meerdere kamers die ik dus moet halen. En ik heb geen idee hoe ik hieruit ga ontsnappen. Maar laten we maar gewoon beginnen. Laten we eerst kijken wat we allemaal kunnen vinden. Ik heb hier een string zo te zien. En ik zag hier een button. Of nee, dat is geen button. Dat is een dropper. Zit hier iets? Ah, er zit nog een string daar en een knopje. Daar kan ik niet op klikken. Hier zit een kist met stokken. Een bogen. Of dat kan ik bijna een boog. Ja, ik kan een boog maken. En een fire charge hier. Zit nog een crafting table. Ik zou een vishengel kunnen maken, maar er moet vast ergens nog een string zijn. Ik neem aan dat er ergens nog een string ligt. Om die boog te kunnen maken. Oh, hier. Ja, ik heb hem. Oké, kijk. Dan kunnen we nu maken een boog. Prima. Dan hebben we pijlen. Dan kunnen we die schieten hier op die arrow. Of dat de knopje daar. Dan hebben we TNT. Oké. Wat moeten wij met de TNT? En hoe steken we die aan? Oh, wacht. Hier natuurlijk. Hier zo. Kan ik die gewoon aansteken? Ik wist niet dat je een TNT aan kon steken met een fire charge. Oké, TNT is ontploft. Dan kunnen we nu naar beneden door naar de volgende kamer. Ik bedoel, kamer 1 was best makkelijk. Dat was helemaal niet zo heel verkeerd. Hier hebben we een knopje. Hoppakee, kamer 2. Kunnen we een respawn punt kunnen we hier zetten? Zo, dat is goed. Hoe komen we hier? Wat is dit? Oh, jeetje, dit is makkelijk. Volgens mij moet ik gewoon letterlijk zo. Toen, 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 toen. Oh, nee, ik werd overmoedig. Oké, ik werd net te overmoedig. Oké, maar ik wil laten zien dat dit wel kan, jongens. Dat ik hier niet, dat dit best wel makkelijk is. Je kan gewoon zo, zo. Oké, lama, weet je. Ik ga wel gewoon normaal. Ik ga wel direct. Hoe dan? Oké, ik deed echt alsof ik een super Minecraft pro ben, maar dat valt dus heel erg tegen. Oké, één laatste kans. Ik ga nog één keer proberen te flexen. Komt-ie. Boom, boom. Laat maar. We gaan wel gewoon direct naar de overkant. Oh mijn god, waarom faal ik nou weer? Mijn eerste poging was nog letterlijk mijn beste poging. Oh mijn god. Ik heb dit echt letterlijk... Weet je hoe vaak ik dit al gedaan heb in Minecraft? Gewoon voor de lol. En het lukt me nu gewoon niet. Ja, we hebben hem. Oké, op de knop klikken. Zo, kamer nummer 3. Oké, er zijn meer... Het is een doolhof. En er zijn meerdere pressure plates die activiteiten hebben. En één pressure plate is de goede. Dit was niet de goede. Oké, gelukkig heb ik mijn spawn point hier kunnen zetten. Dus we kunnen het gewoon blijven proberen tot we de goede pressure plate tegenkomen. Alleen is het risico... Kijk, dit is hem niet. Oh nee, dit was hem niet. Oh mijn god, ik dacht dat het hem was. Oké, even kijken. Ik hoor hier een slime. Dus als we nou gewoon richting de slime... Hey! Oh, een spannende wither. Wacht, nog één. Hier, nog één. Nog één. Oh nee, nu hebben ze ruzie met elkaar. Oh nee. Waarom spannen er nou withers? Oh mijn god, wat luid. Oh, ik spande per ongeluk nog één. Oké, laten we nu maar gewoon proberen te halen. Want er vliegen overal withers rond. En dat is helemaal niet de bedoeling, denk ik. Hier, deze. Ja, was dit hem? Dit was hem, toch? Knoppie. Boom. Waar? Ik heb hem gehaald. Maar waarom zitten die withers er nog steeds? Oké, ik heb de withers kunnen vermoorden. We zijn nu hier. Eén van deze is misschien de manier. Oké, ik heb hier allemaal knoppen. En wat hebben we hierboven? Nee, dit is hem. Nee, dit is hem. Moet ik serieus één van deze knoppen inklikken om hem vervolgens te halen? Oh mijn god. Nou weet je, laten we gewoon linksonder beginnen hier. En dan gaan we langzaam. Gaan we zo naar boven. Komt-ie? Dit is echt de meest vreselijke taak die ik ooit in Minecraft heb gedaan. Waarom is het er letterlijk eentje? Tussen al deze knoppen moet ik op één goede knop klikken en dan heb ik dit level gehaald. Ik vind het echt vreselijk. Ik heb het niet naar mijn zin op het moment. Ik heb het niet naar mijn zin. Knoppie, waar ben je? Waar biest toe? We gaan naar de volgende. Dus nummer 3 gaan we al heen. Ik heb het gevoel dat het misschien niet één van deze knoppen is. Ik heb nu bijna alles hier gehad. Laten we even kijken of hier niks is. Ik hoef alleen deze rand nog en dan moeten we letterlijk naar de tweede verdieping. Dan heb ik elke knop hier beneden ingeklikt. Oké, ik heb ze allemaal beneden ingeklikt en geen één is het. Gadverdamme, wat voel ik me opgelicht. Zit er niet een geheime knop hier boven of zo, plafond? Nee, oh, als hier ergens anders een geheime knop zit of is het hier ergens boven? Nu moet ik hier ook alles in gaan klikken. Daar heb ik toch helemaal geen zin in? Nou, laten we maar beginnen. Oké, dat is muur 1 gehad. Dan gaan we over naar muur 2. Muur 2 is ook niks. Oh nee, ik heb echt gevoel, word echt in de maling genomen volgens mij. We gaan over op muur 3. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Het was ergens op muur 3 boven. Oh, oké, top. Respawn point. Gelijk zetten. Oké, jongens, dit is een parcours. Dat is tot nu toe... Moet ik daarheen? Nee, dan moet ik... Kan ik daarheen? Nee, is er geen onzichtbare blokken of zo? Oké, nou, laten we dan maar gewoon beginnen aan het parcours. Wat er... Oh, nee. Oh, dit wordt echt nog een dingetje, dit parcours. Het heeft wel checkpoints, zo te zien. Als ik dit... Oh, die... Wat een irritante sprong. Zo te zien, als we hem halen, hebben we daar wel een checkpoint. Dus dat is enigszins wel fijn. Er zijn meerdere checkpoints zelfs. Oké, kom op. Kom op, dit is niet het moeilijkste. Ja, oké, checkpoint gehaald. Checkpoint gehaald. Wat is dit? Een music disc. Die moeten we meenemen. Er is daar blijkbaar een jukebox. Dat is helemaal... Oh, maar nu ga ik hem verliezen. Nee, nu raak ik hem kwijt. Nee. Oh, ik heb hem nog. Laat maar, ik heb hem nog. Ik behoud hem. Oké, kom op. Kom op, Max. Even je best doen nou. Kopje erbij houden. Sprongetjes halen. Kom op. 1, 2. Hoppakee, hoppakee. Hierheen. Hierheen. Deze. Kom op. Kom op, kom op, kom op.
Ja! Oh, we hebben hem. Deze stoppen we hierin. Oh. Nu heb ik het verpest. Checkpoint zetten. Oké, dan stoppen we deze hierin. Zo. Dan kunnen we gewoon, zolang het muziekje loopt... Wat niet echt een muziekje is, maar meer gewoon een heel vreemd en eng geluid. Waar ik niet echt heel blij mee ben. Oh, dat is echt heel creepy. Zet hem alsjeblieft uit. Oké, we hem uit kunnen zetten. Dat was echt heel creepy. Kom op, alsjeblieft. Vanaf waar moet ik daarheen? Hoe kom ik daar? Via dat sprongetje hier? Oké, kom op. Moet ik daarop en dan daar zien te komen? Is dat het? Zo? Ik spring er letterlijk gewoon naast. Vreselijk. Hoe haal ik dat sprongetje daar? Huh? Oké, deze sprongen hier zijn niet zo moeilijk, dus dat scheelt. Maar dan zo. En dan... Nee! Dat is moeilijker dan je denkt. Waarom is het ook zo'n grote ruimte voor een redelijk klein parcours? Is dit hem niet gewoon... Ah! Nee, ook niet. Moet ik soms daarop zien te komen of zo? Is dat het? Zo, hierop. Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. We gaan dat eens proberen. Misschien dat dat wel werkt. Komt hij zo. En dan hierheen. Hierop, ja. En dan is dat een sprongetje te halen of zo. Misschien dat ik dan... Nou, dan kan ik waarschijnlijk wel op de knop klikken. Volgens mij was dat de kans. Oké, we gaan nog een keer proberen. Hierheen en dan hierop zo. En dan... Oh, dat was zo dichtbij. Dan kan ik waarschijnlijk op die knop klikken. 100% dat dat gaat lukken. Kom op, komt-ie weer. Oh, dit is echt vervelend. Laatste keer, kom... Oh, dit was echt heel slecht. Ik heb een idee. Wat nou als ik gewoon dit bed meeneem, jongens? Let op, hè. Ik heb een hele goede tactiek ineens. Als ik dit bed nou meeneem, volgens hier weer opga, zo. Oh, dat gaat maar fout. En dan terwijl ik daarheen spring... Plats! Oh, jammer. Komt-ie weer? Ja! Oké, mijn bed staat er. Het enige wat ik nu hoef te doen, is op mijn bed te klikken. Dan is mijn spawnpoint daar gezet. Dus het zou technisch gezien gewoon heel simpel moeten zijn. Door zo te doen. En dan klik erop en dan ga ik dood. En dan spawn ik... Naast de knop. Nou, nah. Alsof het zo de bedoeling was. Oké, een boog kan ik pakken en pijlen kan ik pakken. Oké, prima. Dan hoef ik alleen maar daar op die dingen te schieten. Oké, dat is moeilijker. Oké, dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En dat is 4. Hoppakee. Oké, een quiz hebben we nu. In welke kamer zijn we? 5 volgens mij? 6 inmiddels misschien zelfs? Vraag 1. Welke mop heeft een kans om een koper ingot te droppen nadat hij doodgaat? Volgens mij een zon... Nee, een... Drowned is dat. Zo. Hoeveel houttypes zijn er in Minecraft? Oh mijn god, hoeveel houttypes? 2 netherhout. Dark oak. Spruce. Rood hout. Rood netherhout. Blauw netherhout. Dark oak. Oak. Spruce. Birch. Acacia. Cherry. Mangrove. En dit is het. Dat zijn het niet genoeg. Maar dan gok ik dat het er maar 11 kunnen zijn. Omdat ik kom letterlijk niet op degene die ik nu mis. 11. Het zal goed zijn geweest. Jongens, heb jij nou een idee welke houtsoort ik mis? Laat het dan zeker nu even in de reacties weten. Volgende vraag. Welke mop kan je gebruiken? Welke mop kan je gebruiken om fall damage te vermijden nadat je het craft met iets? Even kijken. Magma? Nee, magma kan je niks mee. Je fall damage niet mee halen. Slime? Ja, slime natuurlijk. Je kan een slimeblok ervan maken. Slime. Vraag 4. Welk blok geeft je toegang om door een muur te gaan? Welk blok kan er door een hopper gaan wanneer je hem eronder plaatst? Gravel, hay en of mud? Wacht even. Oh, een van de... Ik denk modder. Ik had hem goed. Ik had hem gewoon goed. Welk blok kan niet door een piston verschoven worden? Reinforced deep slate, honeyblok of redstone blok? Volgens mij kan reinforced deep slate... Nee, dat kan niet verplaatst worden. Welk blok kan een minecart doorheen gaan terwijl de minecart aan het bewegen is? Een minecart kan denk ik niet door een slimeblok, mos of soul sand. Ik denk dan toch een slimeblok, gok ik. Oeh, niet. Oké, daar zijn we weer. Is het dan soul sand? Het was soul sand blijkbaar, oké. Okay. Hoeveel type rails zijn er in Minecraft? Je hebt een normale rail, een detector rail en een power rail. Volgens mij heb je er maar 3. Je hebt er meer dan 3. Welke heb je er nog meer? 4 misschien? 4, ik weet niet. Ik heb geen idee wat voor extra rail je hebt in Minecraft. Welke Minecraft mob is er passief, maar ook agressief? Volgens mij is dat een enderman. Die kan passief zijn wanneer je gewoon, als je hem niet aankijkt, doet hij je niks. Dus een enderman. Hoppakee. Hoeveel layers of sneeuw kan er geplaatst worden totdat hij net zoveel als 1 blok is? Volgens mij... Zijn dat er 7? Het waren er meer dan 7. Drowned. 11. Slime. Mud. Reinforced deep slate. Soul sand. 4. Enderman. En dan is het 8. Want 4 op 4 natuurlijk. 8. Even getals. Klinkt beter. Vraag 10. Hoeveel type dice zijn er in Minecraft? Hoeveel kleuren? Oh mijn god. Ik gok 17. Het waren niet 17. 18 dan. Oh, het waren er ook geen 18. En het irritant is, jongens, ik moet de hele tijd al die vragen opnieuw beantwoorden. Kijk, ik weet ze inmiddels wel helemaal uit mijn hoofd, dat is het probleem niet. Maar evengoed is het best wel irritant dat je zeg maar alles weer opnieuw moet doen voordat je er een keertje bent. Als het goed is, dan 8 hier. Dan zal het wel 16 zijn. En dan komen we nu bij
have fun. Oké, okay, oh, wat gaan we doen? Oh jee, wat gaat er gebeuren? Have fun. Oh god, wat gaat er gebeuren? Waar ben ik? Waar ben ik beland? Wat is dit voor ruimte? Ik moet hier iets doen? Moet ik hier iets doen? Slopen? Kan ik dit slopen? Oh mijn god, ik moet het allemaal slopen volgens mij, of niet? Waar ben ik beland? In een of andere bedrockruimte? Wat is dit? Wat is dit voor gare ruimte ineens? Ik ga gewoon alles slopen tot ik een idee heb wat ik moet doen. Ik ga letterlijk alles slopen tot ik een idee heb wat ik moet doen. Oké, okay, het is bijna allemaal stuk. Het is bijna allemaal stuk. Oh, hier zit een... Nee, hier zit geen doorgang. Jawel. Ik denk, jongens, dat dit, zeg maar, de eindruimte is en dat ik hem nu heb gehaald. Kan ik hier gewoon onderdoor? Als ik hier gewoon heen ga? Oh mijn god, volgens mij is dit het gewoon. Ja... Oké, okay, ik denk dat dit het was, eerlijk gezegd. Een beetje vreemd, maar hier hebben jullie wat dirt, jongens. Geniet van de dirt. Vond je dit nou een vreemde video? Ik ook. Vond je dit nou een leuke video? Ik ook. Vond je nou zo leuk en je bent al geabonneerd en je hebt toch al die video geliked? Kijk dan ook even deze vreemde video. Hierin gaan Rick en ik met 100 mensen tegen elkaar strijden. Het is echt een grote oorlog. Echt een leuke video om even te kijken. En dan nu spreek je later, glaasje water, tot 10 flesje bier, tot de volgende keer.